de legging voor de schorpioen. Opvoeding. Belangrijke lessen zijn er op dit moment voor jou. Dus wees ook dan die leerling, hè, van nou, ik weet het nog niet, maar ik wil het graag leren. Ik denk dat je sowieso graag leert, hè, graag nieuwe dingen ervaart. En tot elkaar komen. Dus dit is echte liefde, dit is ware liefde. Jullie horen bij elkaar. Jullie komen tot elkaar. En ja, je trekt die liefde aan. En dan gaat het hier om een soulmate connectie, soulmate relatie. Een soulmate is natuurlijk ook iemand die jou hele belangrijke levenslessen leert. Hè? Dat is waarom je in contact bent met die soulmate. Dus... dan kan het gaan om dingen die op dit moment gebeuren. Hè? De Pentakels 4. Dit is iemand, is hier, die zich heel erg vasthoudt aan jou. En we hebben de Ridder van Pentakels. Dus ik zie ook nou eigenlijk communicatie komen in deze kaart. Van iemand die heel erg vasthoudt aan jou. En de Ridder van Zwaarden. Dus daar hebben we, of ik bedoel van Staven. Dus daar hebben we nog iemand. Dus dit zijn twee personen in jouw leven op dit moment. Al voel ik dat een van die twee wat meer naar het verleden ligt hoor. En de ander in het heden is. Maar we gaan kijken. Hè. Het kan ook niet voor iedereen natuurlijk hetzelfde zijn. Maar dit gaat om twee verschillende personen in elk geval. En we hebben de bekers 4 hier. De pentakels 6. En de geliefde. Super mooie kaart. Soulmates. Ik voel dat deze twee personen twee soulmates zijn. Hè? Dus één van die twee is jouw tweelingziel en één is een soulmate. Dus we gaan kijken hoe dit gaat verlopen. Want ik heb iemand dus uit je verleden die zich heel erg vasthoudt aan jou. Die hier terugkeert. En ik heb iemand in jouw heden of misschien in jouw toekomst die jouw manifestatie is. Dit is jouw ware liefde en het is de persoon met wie je... in een vaste, stabiele relatie bent of gaat zijn met de pentakels 6. De koning van pentakels, dus die persoon uit het verleden, zou bijvoorbeeld al in een relatie hebben kunnen zitten. Misschien getrouwd was of nou ja, noem maar op. Dit is iemand die nog steeds naar jou kijkt, die jou nog steeds in de gaten houdt, nog steeds elke dag aan jou denkt... zich vasthoudt aan jou, ook al weet jij het misschien niet dat het gebeurt, maar misschien heb je dat gevoel wel dat het gebeurt, maar ja, die blijft met jou bezig. Die persoon zit heel erg vast met de zwaarde 8 en de hoge priesteres. Het gebeurt allemaal in het geheim, zien we hier met die hoge priesteres. Dus dat is iets ja, wat verborgen is, wat diegene in het geheim doet. Want deze persoon zit nog steeds vast. Net als toen zit deze persoon nog steeds vast. Eigenlijk precies op dezelfde manier. Dus daar is niks veranderd en er gaat ook niks veranderen.
met die ridder van pentakels. Die staat stil, er zit geen verandering in. Hier bij die ridder van staven hebben we de schildknaap van staven. En heel mooi die stavenveer. Dus we hebben hier die voorbestemde liefde, die persoon bij wie je moet zijn. Heel veel vuur, heel veel passie. En dat is ook iets wat blijft. Want dat is iets wat, ja, zo te zien heel erg belangrijk is voor jou om te hebben in een relatie. Dat vuur, die passie, die aantrekkingskracht die je voelt voor iemand. Het is ook nog eens allemaal wederzijds. Dus dat maakt het nog sterker eigenlijk. En dat is jouw ware liefde. De persoon bij wie jij hoort te zijn. Je staat nog aan het begin eigenlijk van die relatie. Dus er komen zulke mooie dingen aan in de toekomst. En dan hebben we hier inderdaad het leren van die lessen met de magier. Wat we in het begin ook al zagen. En de koningin van pentakels. Dus ze zeggen vaak van nou, je krijgt wat je gelooft, wat je waard bent. Hè? En dat is hier heel mooi die manifestatie die we zien met de magier en de bekerspier. Die koningin van pentakels die weet wat zij waard is of wat hij waard is. Kan natuurlijk net zo goed mannelijk zijn. En ja, krijgt alleen het beste. Juist daarom, als je jezelf het beste vindt, dan krijg je ook het beste. Jezelf als prioriteit maakt, dan doen anderen dat ook. Hè? Hier de pentakels rivier en de matigheid. Dus een hele mooie balans hebben we hier van twee personen die allebei evenveel in die relatie stoppen. Die heel graag bij elkaar willen zijn, samen willen zijn. En allebei een beetje echt op elkaar lijken. En gewoon een beetje hetzelfde zijn. En op dezelfde manier reageren op dingen. En dezelfde dingen willen voor de toekomst. En zo zie je dat hier de zwaarde 7 en de staven 6. Dus je komt er bovenop. Die soulmate uit het verleden bleek niet jouw toekomst te zijn. Ook al heb je dat wel gedacht in het verleden. Dat bleek niet jouw toekomst te zijn. Dus ja, moet je je mening bijstellen. Hè? Dus leren van het verleden en kijken naar die toekomst. Want er ligt een prachtige toekomst voor jou en jouw ware liefde. Jouw soulmate, zelfs jouw tweelingziel. Is hier met een wederzijdse liefde. Succes is hier. Die overwinning is er. Dus je overkomt alles. En het geluk en het succes is voor jou. Dus het ziet er super mooi uit met die nieuwe liefde. Dus heel veel succes met alles. En tot de volgende keer. Oké.